5 podia's, 6000 platen, meer dan 14 bands. Eigenlijk 2 ogen tekort en 11 uur puur genieten. Dit is Festival de Beschaving. En het, ik kan je vertellen, het is echt een waanzinnige sfeer hier. En van zo'n sfeer willen wij natuurlijk deel uitmaken. Wie zijn wij? Wij zijn Globalistjes en ik ben Agnes Verduin, jullie presentatrice voor vandaag. En wij zijn van Stylische Sexy. En we maken alternatieve rockmuziek. En dan vraag je af, alternatief waarvoor? Alternatief voor slechte muziek. Als jullie nou naar de toekomst van de wereld kijken, hoe zien jullie dan over 20 jaar? Ja, ik denk dat we dan het paradijs bereikt hebben. Dat, en hoe kom je daarbij? Ja, ik bedoel, alle tekenen die wijzen er gewoon naar, zeg maar. Ik bedoel, alle mensen zijn gewoon zo goed bezig om met liefde en vrede en meer thema's voor slechte liedjes. Dus ja, dat gaat gewoon helemaal goed komen. We hebben er alle vertrouwen in. Het is niet zo dat wij heel erg inderdaad gaan prediken op het podium, maar ik denk wel dat we over het algemeen positieve boodschappen of zo uit willen stralen. Weet je? En hebben jullie het er ook wel samen over als je iets op het nieuws hebt gezien wat gefrustreerd? Of? Ja, we hadden toevallig gisteren nog een hele lange discussie over Europa en lokale politiek en voorstanders en zo van het een en het ander. Dus ja, we zijn wel bewust, we zijn wel een onderdeel van de maatschappij. Zeg maar. Ik ben Dico, ik kom uit België, Brussel en ik speel muziek. Ik ben ook, ik kijk elke dag nieuws, veel nieuws. Dat boeit mij heel erg wat er aan het gebeuren is. Bijvoorbeeld in Israël, over het laatst, ik heb dat op de voet gevolgd. Ja. En dat maakt mij ook soms super kwaad. Ik ga geen partij kiezen. Ik ga bijvoorbeeld mee betogen. In Brussel hebben we grote betogingen gedaan tegen toen de oorlog in Irak en zo. Maar ja, wat altijd uit. Dus, ja.